Ja, dit is een bijzondere plek in Liende, Lisanne. Ja, het voetbalveld van FC Liende. Toch wel een beetje wat Liende op de kaart heeft gezet. Zeker, dit was echt een voetbalbolwerk met Hans Kraaij junior aan het roer hier. Veel prijzen gepakt. Ja, god, er werd over gepraat, hè? Ik heb er zin in. Ik ook, maar ik hoop wel dat Willy wat beter te passen. Want die liep te brommen vandaag, daar heb ik toch helemaal geen zin in. Ja, die man die was de hele dag een beetje boos. Ja, nou ja, goed. Op naar het plein. We gaan beginnen. Dit is zomer in Gelderland. 15 plaatsen strijden om die ene titel. Mooiste plaats van Gelderland. Noberschap en saamhorigheid, daar draait het om. Vandaag zijn we in Lienden. We zijn weer in de Betuwe. De plaatselijke voetbalclub werd hier mede door trainer Hans Kraaij junior wereldberoemd. En wat te denken van gitarist Harry Saxioni. Over beroemd gesproken. En dan hebben ze ook nog een poldermolen en een torenmolen. Het moet niet gekker worden. We zitten midden in de Betuwe. We zitten tussen de appels, de kersen en de peren. Ja, en na regen komt zonneschijn. Het heeft hier al een beetje gedruppeld, maar dat mag de pret niet drukken. Het belooft een mooie avond te worden hier. Zeker weten. Een avond waarin team Liende de strijd aangaat met alle voorgaande plaatsen die meedoen in de strijd. Mooiste plaats van Gelderland. En we zamelen natuurlijk weer euro's in voor hun eigen goede doel. Ja, maar daar moeten ze wel iets voor doen. Het team van 10 heeft de hele dag al gewerkt aan de decoropdracht. Straks gaan we ook nog geld ophalen als het goed is. Tenminste, daar hopen we dan maar weer. Met 2 teamleden die op pad gaan om foto's te maken voor de aanzichtkaart. We gaan de quiz weer spelen. En ja, daar staat hij weer, de stormbaan. Hij was een beetje nat vandaag. Ik hoop dat hij te betreden is. En daar gaan ze strijden tegen het team uit. Daar zijn ze. Bemmel! Lekker enthousiast. Ruim vertegenwoordigd, superleuk, hier in Liende vanavond. Ja, dit alles kan natuurlijk niet zonder. Ja, de man in zijn stippeltjespak. Ja, hij is hopelijk wat opgeknapt. Ik hoop het ook. Willy Oosterhuis. Haha! Ach, dan moet je zelf wat aan doen als je slechte paster bent. Kijk eens naar de tribune, dan word je vanzelf weer vrolijk. 2 topsporters, echte topsporters, hè? Die zijn hier. Straks horen we er meer van. Wat dacht u van het college van BMW? Van de gemeente Buren, ook aanwezig. En het blaaskapel, Amazitia, dat heeft met broederschap en vriendschap alles met dit programma te maken. En als je wat overkomt, dan kan niks gebeuren, maar dat zit barstens vol met zusters, verpleegzusters. Ik denk dat de euro's hier blijven, in Liende. Erwin, als het aan jou ligt, dan blijven die euro's ook hier, denk ik, hè? Absoluut. Ja, dat, we gaan zoveel mogelijk geld ophalen vandaag. Je bent teamcaptain. Vertel eens even, wat voor team staat er hier naast jou? Ja, we hebben een team breed uit Liende. Dus we hebben teamleden van sportverenigingen, van de volleybal, de tennis. We hebben vanuit sportcentrum, groot sportcentrum hier. Mag natuurlijk geen reclame maken, maar die hebben we. Van FC Liende. Vanuit ook de politiek hebben we hier. Zo. Gemeentebelangen. Jij knikt. Is het allemaal goedgekeurd vandaag, politiek? Jazeker, jazeker. Is dat een politiek correcte avond? Vol met euro's hopelijk. En we spelen ook met een teamlid van het goede doel. Dus. Oh, nou, daar gaan we het zo over hebben. Maar vertel eens even. Jij bent teamcaptain. Hoe is dat nou vandaag gegaan? Een beetje volgens je verwachtingen? Boven mijn verwachtingen. Ja, we waren al een tijd bezig met de aanloop. En dan heb je dingen in je hoofd. Je probeert mensen er allemaal bij te halen. Er was een beetje veel animo, of niet? Nou, de aanloop was een beetje moeilijk. Maar dat is typisch Liende. Oh? Ja. Liendenaren moeten even over die drempel heen. Maar als ze over die drempel zijn, dan zijn ze ook heel enthousiast. En dat hebben we vandaag ook gemerkt. Want ik had op een paar vrijwilligers gerekend. Maar er kwamen zo ontzettend veel vrijwilligers helpen. Dus ja, dat is typisch Liende. Toch wel die gemeenschapszin. Die gemeenschap, die samenhorigheid die er uiteindelijk toch komt. Wat mooi. Ja. En voor welk doel spelen we vandaag? Ja, we spelen vandaag voor het goede doel, de restauratie van de molen De Hoop.
Dat is, je zag net op het filmpje 2 molens, maar we hebben er eigenlijk 3. Maar ja, dit kun je nog niet echt een molen noemen, want dat is er eentje zonder wieken, toch? Dat is eentje zonder wieken, maar die wordt gerestaureerd en er is heel veel geld nodig. En daar gaan we vandaag voor spelen. Ja, zorgen dat die molen eindelijk wieken krijgt. Onder andere, ja. Nou, laten we dat gaan doen. We gaan euro's verdienen inderdaad. En die euro's die gaan tenminste de eerste, hoop ik, door Wim en Lydia verdiend worden. We gaan de fotoopdracht spelen. Ja. Is het een beetje helder, Wim? Ik denk het wel tot nu toe. Wat je moet doen? Ik ben heel benieuwd wat we moeten gaan zoeken en welke foto's moeten gaan maken. Dat is natuurlijk de grote vraag inderdaad. Let op, er zijn een paar dingetjes waar jullie voor moeten zorgen. Zorg ervoor dat je zelf allebei op de foto staat. En zorg ervoor dat je voor het einde van de uitzending terug bent op het plein. Gaat dat goed komen? Gaat helemaal goed komen. Ja, goed zo. Gaan we naar de foto's. Let op, foto 1. Van jullie beiden in beeld met molen de Mars erbij. Want die staat een stukje verder, hè? Ietsje verderop. Zorg dat die in beeld komt. We willen jullie zien op foto 2 met peren in de hand bij kunstwerk De Vreugde van de Oogst. Hier op het Marktplein. Oké. Okay. Peren in de hand. En de laatste foto in voetbaltenu op de tribune van FC Linde. Wordt de mooiste, denk ik. Dat wordt de mooiste? Ja. Jullie gaan met de oude brandweerwagen uit 1957. Ik zou zeggen, gas erop. Als de brandweer. Zet hem op! Ja, daar gaan ze. Het hele team in Linde heeft vandaag niet stilgezeten. De hele dag zijn ze al druk geweest met hun decoropdracht. En, ja, en dat was vanochtend wel een klein beetje een verrassing. Jullie hebben hier een hele bijzondere dorpsdokter gehad. Jean-Pierre Dupin. Hij maakte zijn eigen pillen die volgens hem zelf geschikt waren om elke ziekte mee te bestrijden. We willen graag een kijkje nemen in de praktijk van jullie wonderdokter in de jaren 50 en 60. In het publiek zien wij verpleegstershoedjes en stethoscopen om de nekken van de mensen. Kieps zijn surrogaattabletten van dokter Cupin. Elke patiënt die kreeg ze en gingen ze gebruiken. En het hielp, dachten ze. Ja, ik zou graag een pilletje willen nemen voor mijn hoofdpijn. Voor de hitte. Van het roken af te komen. Ik heb dokter Cupin nog als huisarts gehad. Waarom dat ik wel eens pilletjes van hem gehad heb, dat was voor de griep. En er waren vuurrode pilletjes. Dus als je naar de wc ging, plaats je ook rood. Dokter Gupin, ik kom zo bij u. Maar ik wil u even wat vragen, want klopt het dat u ooit ook cliënt bent geweest bij dokter Gupin? Ja, heel, heel lang geleden. Ja? Ja. Nou, u zit er nog wel, gelukkig. Ja. Want het was een bijzondere man, hè? Laten we even die kant op lopen. Ja, meneer Dubelaar. Ja, vandaag ik ben dus voor de concurrent. Gupin zat in Ommeren en aan de andere kant zat in Linde een andere dokter. En daar ben ik de opvolger van. Dus ik hoor niet uit het nest van Gupin. Nee, maar laten we het even over die Jean-Pierre Gupin hebben. Ja. Want dat was wel echt een hele bijzondere man, hè? Hele markante man, een leuke vent, vol met humor. Had af en toe van die rare grapjes. Kon hij in een berenpak door het dorp heen lopen met de halve dorp aan kinderen achter hem aan. Hij hield van rallyrijden en hij had een opgevoerd kevertje. Maar ja, dan scheurde hij mee door het dorp heen. Nou ja, dan belandde hij ook wel eens mee in de sloot, begreep ik. Nou, echt in de sloot. Hij is een keer zo hard de bocht opgegaan dat hij over de sloot tot stilstand kwam. En toen heeft Ingen met gierende lach met houten planken weer teruggeleid over de sloot. En dan kon hij weer verder. Op die manier werd hij gered. Ja, die man die vergeten ze dus niet zo snel in het dorp. Die vergeten ze niet gauw. Maar dat heeft niet zozeer te maken met deze dingen alleen, hè? Want als we het hebben over Jean-Pierre Gupin, dan heeft iedereen het ook over de kieps. De kieps, ja. Dan wat was dat? Zuchten we nog een keertje. Gupin heeft in zijn jonge jaren als arts dierproeven gedaan met een kleurstof, piriuridazil.
rood. Oké. Okay. En hij had als bijnaam de kiep. En hij heeft die kleurstof meegenomen naar zijn praktijk en hij is doorgegaan met experimenteren. En daar maakte hij uiteindelijk pillen van? Ja, het probleem was, aanvankelijk was het voor griep. Uiteindelijk eindigde het voor elke kwaal die je maar kon bedenken. Dat is wel handig. Absoluut handig. Maar het onhandige was, het was een rode kleurstof. Dus overal waar Cupin geweest was, zag je aan de waslijn van die rode stippen. Daar was Cupin geweest, want het spul was niet uit te wassen. Ja, dan zat het in de broekzakken of zo? Nee, er kwam altijd, de oudere mensen verliezen wat en dan zit het in de urine. En dan heb je dus weer zo'n mooi plekje zo van, oh ja, oh ja. En zijn er mensen hier in het publiek die wel eens zo'n kiep hebben gehad? Laat eens handen zien. Niemand. Dat is toch te lang geleden. Ja. Maar hij was een opmerkelijk man, want hij zat ook in het verzet. Ik zie dat er toch iemand was die het wel had gehad. Ik loop er toch even naartoe. Het is op zich een goed teken dat u er nog zit. Mag ik heel even er doorheen? Want ik heb namelijk gehoord dat die pillen ook niet helemaal goed waren. Jawel, ze waren wel goed. Wat zegt u? Ze hielpen wel. Ja, waar tegen dan? Tegen de griep. Tegen de griep? Ja, inderdaad. Maar hoe kocht u ze dan? Nee, die had hij altijd in de zak zitten. Haal je handje uit de zak en dan liet hij ze achter. Je hoeft het niet te kopen. Maar vond u het ook een beetje zo'n gekke man dan? Nee. Het was een hele aardige dokter. Ja? Ja, ja. Heeft u van de griep afgeholpen? Ja. Dank u wel. Fijn dat u er nog bent. Ja hoor. Nou, bijzondere man hier, Jean-Pierre Cupin. Maar Willy, hoeveel euro vindt de jury dit prachtige decor waard? Nou, we gaan de goede kant op, want we hebben de lingenwijn al gekregen. Druiven en peren en alles wat van fruit is, zit erin. Frank. Ja, Willy. Wat vind jij ervan? Nou, ja. Ik vind dit wel bijzonder. Zoiets hebben we volgens mij nog niet gezien. Dat een deur open gaat en dat er nog iets achter verstopt zit. Een soort kijkdoos is het geworden. Ja. De voorkant is helemaal zoals het pand is. Bijzondere is, het interieur komt echt uit de praktijk van dokter Cupin, Cupin, Cups. Die pilletjes. Ja. Hij was slim. En dan komt weer zo'n vrouw te zeuren over griep. Hier, pilletje. Tuurlijk, hij wist wel, dat helpt niet. Ja, hier, heb ik zelf net ook. Ik was slechte passer toch vandaag. Ja, een beetje wel, ja. Een beetje nukkig was je. Een half rood pilletje. Ben je helemaal niet goed te passen? En dat helpt voor de punt. Kijk eens op de tribune. Ja, moest dat is maar mooi. De opdracht, hè? Ja, ja, ja. Stethoscopen moesten ze maken. Die heb ik nog haast niet gezien. Jawel, met rietjes. Met rietjes, kijk eens. Oh, ja, ja, ja. Voor de dikkies. Ja. Ja, dat is mooi. En al die ouderwetse zusterkapjes, hè. Dat was ook de opdracht. Die zie ik ook volop. Ik vind het fantastisch. We hebben een jury. Streng. Zo streng. Maar toch. Ik kan niet langer wachten. Maar toch. Wat dacht je van 400 euro? Iets naar boven. Iets naar boven. Wat dacht je van 410 euro? Iets naar boven. 15, 20. Ja, ja nog iets. Oh. 430 euro. Zo, Linde. Mooi. Wat een euro's gewoon al voor de eerste 430 opdracht. Euro. Niet normaal. Dat is veel, betekent hoor. Dat ze echt nog flink wat plaatsen kunnen stijgen. Het ligt eraan wat ze allemaal doen hè, vandaag met de quiz, met de stormbaan. Wat heel spannend volgens mij. Wat heb jij eigenlijk gedaan vandaag? Vandaag? Wat heb ik eigenlijk gedaan? Dat vergeten eigenlijk. Ja, jij ging als de brandweer, toch? Oh ja, ja die brandweerwagen. Ja. En weet je wat het leuke was? Ja? Ik heb er zelf ook even in gereden in een brandweerwagen. Echt? Oh, dat is tof. Hoogtepunt 1. En tevens het best bewaarde geheim, de oude brandweerwagen van Linde. Piet, wat heb jij met de brandweer in Linde? Ik ben 25 jaar lang lid geweest van de vrijwillige brandweer hier in Linde. En dit is een bijzondere wagen, toch? Dit is een hele bijzondere auto. Want deze auto is de enigste, durf ik met zekerheid te zeggen, die hier in Europa nog loopt. Ik heb in Amerika gezocht, ook op autosloperijen, of dat er iets nog van te vinden is. Twee cabinetjes en een stukje achteras heb ik gevonden. En er is in de hele wereld bijna geen auto meer te vinden. Dit type niet. Iedereen doet wel zo, hè? Iedereen, ja, ons kent ons hier wel zo'n beetje, hè? Ja, maar ze vinden het ook mooi. Ja, dit vinden ze ook mooi. Piet, deze wagen verdient eigenlijk meer aandacht, toch? Niemand weet dat dit nog rondrijdt. Nee. Het best bewaarde geheim. Ja. Hoe komt dat? Dat komt omdat hij dus gewoon weggestopt staat in een boerenschuur. Er komt in Linde hoofdwaarschijnlijk, daar is in de planning een nieuwe gezinne. Daar moet hij gewoon een plekje krijgen, daar moet hij een plekje in krijgen. En dan pakt de jeugd misschien dit weer op. Want anders is het over een jaar of 10 is het gewoon klaar.
Nou Piet, mag ik ook even een stukje rijden nu? Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb heel iets anders leuk voor je. En wat je ook niet mag missen, is dit typische Hollandse schilderachtige landschap op de Marsdijk in Lienden. Laatste hoogtepunt hier is natuurlijk de... De vakantiebijbelweek. Ja, wat is dat precies? Vakantiebijbelweek is echt een begrip in Lienden, want het is al ruim 40 jaar. Nou, elke dag hebben we meer dan 225 kinderen ontvangen we hier. We willen vooral natuurlijk het evangelie, het woord van God, vertellen aan de kinderen. En we proberen hen iets van zijn liefde te laten zien. En kinderen die God nog helemaal niet kennen, dat ze iets van hem horen. En voor de rest is het een hele gezellige week met leuke activiteiten, knutselen, spellen, sport, van alles. Ja. Slijm maken. Ja. Zeker. Nou, wat hebben we nodig? Lijm zit er al in. Ja. Welke kleur wil je? Nou, ik wil eigenlijk roze. Roze. Hoe leuk is dit? Ja, het is heel leuk. De vakantiebijbelweek. Heel gezellig. Ja? Ja. En heel leerzaam. Maar wat leer je hier dan? Nou, je leert ook heel veel meer over de Bijbel. Wat God allemaal doet en hoe goed hij allemaal wel is. Ja. Ja. Jeetje, kijk dan, lijkt het al een beetje. Ja. Maar waarvoor helpt het dan? Als je gefrustreerd bent of zo, dan... Als je gefrustreerd bent? Ja. Dus ik kan dit meenemen en aan Lisanne geven? Ja. Geef ik dat aan haar? Ja, ik heb het ook meegenomen voor je, kijk. Ah, wel roze glitter, dat is wel helemaal mijn stijl, ja. Is, als je gefrustreerd bent en stress hebt, dan kun je hierin knijpen. Oh, nou dan geef me die maar mee. Dat bedoel ik, is voor jou, alsjeblieft. Helemaal succes onder. Ermee. Oh, nou, hier ben ik niet gefrustreerd over. Een foto. Ik denk dat we een foto hebben. Ja. Laten we even kijken. Hey, met daar zijn de molen! Ja, de molen. Zeker! Geweldig! We gaan de quiz spelen volgens mij. Ja, de quiz! We gaan euro's verdienen, heel veel euro's. Maar je kunt ook heel veel euro's verliezen in deze quiz, hebben we wel gemerkt de afgelopen dagen. 3 vragen, 3 antwoorden, A, B of C. En het team krijgt 20 seconden de tijd om op een goed cijfertje te staan. Nee, lettertje. Ja, inderdaad. De eerste vraag... is een vraag van onze ridders van Gelre. Kan jij mij ondertussen even helpen om dit slijm af te krijgen? Zeker. En die ridders van Gelre die hebben elke dag een vraag die te maken heeft met de historie van Gelderland. Oh, dat ruikt nog best goed. En vandaag hebben ze weer wat leuks bedacht. En dit is die vraag. Ridders zijn natuurlijk helden. Hè? Helden. Ik heb ridder René, held. Ja, ridder Bas. Ook een held. Maar we hebben ook een held, een ridder, uit Barneveld. Ja, die sprong ooit van een kerktoren, kerktoren af. Maar hoe heet deze ridder die in alle... geschiedenisboekje staat, ja. Is het A, Jan van Schaffelaar? B, Jan van Spijk? Of C, Jan Sommerdijk? Oeh, team, ga je gang! Ja, 20 seconden! Kijk eens even! Oh, is dit algemeen bekend bij jullie? Wie is er zo'n wijsneus? Publiek! Wie is dit in het publiek dan? Oh, ja. Er staat daar boven iemand die wijs... 6, 5, Oké. Ja, vol vertrouwen. Ja. Ik dacht Jan Sommerdijk namelijk. Ja, dat had zomaar gekund, hè? Sorry, de ridders die het hebben... Het goede antwoord is de held van Barneveld. Jan van Schaffelaar. Dus antwoord A, hij sprong van de kerktoren. Ja, heel goed het verhaal. Gaan we een keer uit. Hij was in ieder geval dood. Ah, ze hebben het helemaal goed! Volle euro's Volle verdiend. Euro's, goed gedaan. Vraag 2. Vraag 2, dat is altijd de algemene vraag. En vandaag gaat hij over iets heel leuks. Ja, het geografisch middelpunt van Nederland, dat ligt namelijk op de Veluwe. En dat is nog steeds een hele toeristische attractie. Maar waar ligt dat dan ergens op de Veluwe? Is dat A, bij Lunteren? B, bij Ede? Of C, bij Barneveld? Waar ligt dat geografisch middelpunt? Er zit daar een meneer boven op de tribune. Die weet elke keer het goede antwoord. En bovenin. Die weet alles. Meneer, bent u een wandelende encyclopedie? Nee hoor, nee. Ik ben er wel eens geweest. Hele mooie plaatsen en de toren. Dus ja, dat klopt helemaal. Oké. Hij is er al eens geweest en bij de toren. En het is ook een toeristisch punt. Ja. Het enige antwoord, of tenminste degene die het antwoord weet, is Willy. Ja, dan kun je je oren wel naar het publiek laten hangen. Maar misschien heb je het dan wel helemaal mis. Maar dit keer niet. Allemaal goed! Oh!
is toch niet normaal. Dit hebben we volgens mij nog nooit meegemaakt. Misschien scoren ze minder goed op vraag 3. Dat is namelijk de vraag waar wij gaan buurten. Om te horen, ja, wat vinden de mensen nou echt van Lienden? En vandaag zijn we in Kesteren geweest. Oh, leuk. Als ik zeg Lienden, wat zegt u dan? Als ik zeg Lienden, dorp iets verderop. Dat is een mooi dorp, zeker. Ja, midden in de Betuwe. Klein dorp, gezellig dorp, leuke mensen. Super. En er is morgen de Vuelta, heb ik gelezen in de krant. En ik weet dat er de Vuelta er doorheen gaat. Wapen van Lienden. De kroeg. Is het een kroegje? Weet ik wel dat het heel gezellig is daar. Wat ik wel mis is iets van een theater of uit eten of dat soort zaken. Dat is er eigenlijk nagenoeg niet. Ik weet het voetbalveld, ik weet Hans Kraaij junior en alles, dat weet ik. Maar nee, niet mijn ding. Hans Kraaij. Ja, Hans Kraaij is leuk. Lienden is een heel gezellig dorp. Eigenlijk gezelliger als Kesteren, want er mag veel meer. En als je dan Lienden vergelijkt met Kesteren, wat is daar het verschil dan? Er mag hier veel meer en Hansie. Ja. Heel leuk allemaal. Maar wat zei deze laatste persoon? Was dat, nou ja, ik denk dat de mensen in Lienden veel rustiger zijn. Of is het B, ik denk dat de mensen in Lienden veel wilder zijn. Of C, ik denk dat de mensen in Lienden, ja, dat er heel veel dezelfde mensen wonen. Wat denken jullie, team? Dat is altijd even gokken, hè? Ja. Nou, ze gaan zich wel voor het eerst opsplitsen. Ja. Jij gaat als enige voor C. Waarom? Ja, tactisch spelen. Ja, toch dezelfde mensen. En klopt het toch? Ja, jij vindt dezelfde mensen. Dus ja. Het is niet zo dat jullie hier meer mogen. Nou ja, dan weet die man niet. Oké, we gaan het zien. Michael, die haalt de handen voor de ogen. Vind je het zo spannend? Nou, kijk, ik sta hier alleen. Ja, jij denkt dat ze veel rustiger zijn. Ja. Nou ja, het goede antwoord, dat gaan we nu zien. En als je dan Lienden vergelijkt met Kesteren, wat is daar het verschil dan? Ik denk dat er heel veel dezelfde mensen wonen. Oh. Nou ja, toch 10 euro verdiend. En jullie hebben het supergoed gedaan, Willy. Want hoeveel euro is er totaal ingezameld? Ja, dat laatste was een beetje jammer. Slechts 10 euro. Maar opgeteld 170 euro. En dan 600 euro nu al! Wat zei u? 600 euro al. Ja. Ik zit hier naast de burgemeester, mevrouw Meijers. En de lokale burgemeester, meneer Meijer. Ja. Lijkt op elkaar. Zeker. Wat een leuk dorp woont u in. Een leuke gemeente. Ja, de leukste van Gelderland. Ja. En lopen er nog steeds van die gekke pilletjesmakers rond hier? Ik heb ze nog niet gezien. Nee, u heeft ze ook niet gehad. Nee. Gelukkig maar. Maakt het u een beetje trots wat u vandaag ziet dat hier gebeurt op het plein? Zeker. Hartstikke creatief, hartstikke vrolijk. En ja, gewoon super. Ja, een trotse burgemeester. Er zijn wel heel veel sporters hier in het dorp, hè? Ook heel veel topsporters. Ja, we hebben heel veel topsporters. En dat is ook goed, hè? Ja? Want bewegen is goed, sporten is goed. Ja, daar word je heel gezond van. Dat is veel beter dan die rare pilletjes. Nou, Frank, je hoort het. Ja, inderdaad. En die topsporters die dat dorp rijk heeft. Ik zit naast een van die topsporters. Nou, sterker nog, ik zit er naast twee. Ja, Sven en Jade. Jade, ja, dit ziet eruit alsof je een topsporter bent. Maar dat ben je natuurlijk ook echt. Ja, klopt. Ja. Ja. Je bent judoka. Ja. Je bent 18 jaar. Ja. En je zit in Team NL. Ja. Dan denk ik meteen, zo, die zie ik wel eens op tv. Ja, hopelijk in de toekomst. Ja, want je bent nog nog jong. Ja. Want je komt net van de jeugd Olympische Spelen. Ja, klopt. Hoe ging het daar? Iets minder dan verwachting, maar het was wel een hele mooie ervaring. Oh ja? Ja. Wat ben je geworden? 9e. Oh. Ja. En dan lig je er ergens in de tweede, derde ronde? Ja, derde ronde. Uit. Ja. Ja. Maar je ging erheen omdat je medailles wilde winnen. Ja, klopt. Ja, toch? Ja. En wat is dan jouw grote droom? Waar wil je later staan? Ja, op de Olympische Spelen. Oké. Ja. En gaat dat lukken? Ja, ik hoop het. Ja. Ja. Want dat is nogal wat. Ja, klopt. Ja, en daar moet je veel voor doen ook. Ja. Leg eens uit, hoe ziet jouw week eruit? Ik train 10 keer in de week. Wat? Ja, en ik naar school meestal. Ja, dat is mijn week. En waar ga je trainen? In Nijmegen en Arnhem. Op Papendal? Ja. Oké. En 10 keer in de week trainen? Ja. Ik ga even vragen of jouw buurman naast mij dat ook doet.
Sven? Ja. Sven Doornenboy, jij bent, het ziet er al uit, motocross-coureur, motorracer inderdaad. Ja, klopt, op het circuit. 10 keer in de week? Dat red ik niet. Dat red ik niet. Nee. Op de motor is het lastig, want er zijn niet veel circuits in de buurt. Dus dan moeten we meestal richting Assen, die kant op. Ja. En zelf train ik daarnaast wel veel in de sportschool. Ja, Dat. Hey, hij staat hier naast ons, tenminste. Ja. Daar staat een soort trainingsmotor. Ja, dat is de trainingsmotor. Want het ziet eruit als een crossmotor met de noppen eraf gehaald. Ja, daar lijkt het wel op. Ja, klopt. Want hoe ziet jouw echte wedstrijdmotor eruit? Ja, dan helemaal gestroomlijnd. Dan zit je helemaal plat achter, dan vang je geen wind. En met deze motor rij ik eigenlijk in alle op de kartbanen in Nederland. Ja. Hey, nou ken ik eigenlijk alleen de TT in Assen, hè? Is dat iets waar jij ook rond de crost? Ja, nog niet. Maar dat zal wel. Dat is wel mijn doel. Ja. Om daar ooit mee te rijden. Ja, dit jaar nog niet, hè? Je hebt wel in Assen gereden. Ja. Tussen de wereldtoppers, daar kreeg je een wildcard voor. Klopt. Bij het World Superbike is dat dan. Ja. Dan reed ik in de 300cc-klasse. Mee met de wildcard. Ja. En is het dan je doel om ooit in dat wereldkampioenschap tussen de Valentino Rossi's rond te rijden? Het zal lastig worden, maar het is wel natuurlijk het uiteindelijke doel. Waarom is dat lastig? Om daar tussen te komen. Zijn is maar voor weinig weggelegd, maar daar gaan we alles aan doen. Moet je veel geld hebben? Ja, dat ook. Ja? Want dat kost nog wel wat zo'n motor. Ja, zeker. Ja, mooi. Ik hoor dat er een foto binnen is. En dat is de eerste foto, toch? Ja. De tweede al, ja. Ja, met de peren bij het monument. Het monument heb ik niet gezien, maar ik hoop dat hij er ook op stond. Dank jullie wel en heel veel succes in jullie toekomst. Ik hoop dat ik hier nog een keer zit en dat jullie dan echt de toppers zijn. Ja. Spektakel en toestanden en dus sensatie in het Oranje Linden. Niet Ida, maar Emma, 21 jaar. En zij voetbalt samen, niet samen, maar vandaag wel met Michael, 45 jaar, Michael. En hij is stoffeerder. Nou, ze spelen tegen Bemmel. Heike vervangt Suzanne en Tim is er wel. Corrie is er wel. Wie gaat winnen? Wie gaat winnen in Linden? Lotto! Ja, Linden, we gaan dus even terug naar afgelopen maandag. Toen stonden hier twee hele andere. Ja. Klopt, hè? Ja. Hoe is het met Asmund en Ida? Nou, Ida loopt hier rond, die staat daar. En waar Asmund is, weet ik niet. Weet jij Ida, die loopt hier rond, ja. met iets om de benen heen. Ja, die heeft tape voor de kuit. Geblesseerd geraakt maandag? Ja, kuit afgescheurd. Ja. Kuit afgescheurd? Ja, even in ieder geval een scheur erin. Ja. Zo, een gevaarlijk ding die baan, man. Ja. Hey, en Michael, jij vervangt Asmund. Asmund, ja. Ik heb Asmund nog niet gezien hier. Ik ook niet. Waar is die? Hij durft zich niet te laten zien. Hij is bang voor dit ding. Ja? Ja. Ja, hij ging hard onderuit, hè? Hij ging heel hard onderuit, ja. Ik heb echt met hem te doen. Ja. Het is de broer van Erwin, hè, de coach? Ja. De aanvoerder inderdaad, ja. Ja, correct. Wens een beterschap namens ons. Ga ik doen. Ja? Doe ik. Ik hoop dat het goed gaat, dat ze niet te bang zijn hier. Ja, nou, je merkt wel, die stormbaan, daar gaat niet eventjes als hobby eroverheen. Het wordt gewoon heel serieus genomen, ook onder andere door jou, hè, Corrie? Nou ja, ik vond het wel leuk de volgende keer ook. Dus, ja? Ja, eigenlijk wel. Ja, en voor deze keer nog andere voorbereidingen getroffen? Nou, ik heb goede overleg gehad met Suzanne, dus ik weet wat ik moet doen. Ja? En wat is dat? Ja, gewoon verstand op nul aan gaan. Goed, duidelijk. Laten we dat dan doen. Op naar de start. Verstand op nul en gaan. Dames gaan eerst. Daarna de heren. Het is natuurlijk de bedoeling dat we twee keer over de baan gaan. En de finish ligt niet hier. De finish ligt voor de mannen aan het einde inderdaad. Hè. Zet hem op. We gaan met z'n allen aftellen. In 3, 2, 1, go! Oh, in het oranje. Emma voor Linden. Ze voetbalt en ze komt er wat moeilijk tussendoor. En wie gaat er? Ze hebben alle twee problemen met... Ja, als eerste Emma. En waar is Heike? Heike is klein en Heike is wel sterk. Maar Heike blaast vooral trompet. Sterke lippen die trompet kunnen blazen. En ze redt het gewoon niet. Ze redt het gewoon niet. En als Emma terug is, mag Tim. Tim, je mag helpen. Hij heet Tim, maar ze noemen hem Corrie. Hij mag nu helpen, want het is al een gelopen race. Het wordt echt... Ze hebben het de vorige keer verloren. Ja, en kijk eens, Michael doet het goed. En Michael die tikt nu aan voor... Oh, wat gaat ze goed. Emma, 21 jaar. En zij heeft zijn verkering. Ze is vrijgezel. En kijk eens hoe soepel ze alles doet en kan. Ze is er alweer doorheen, gaat terug. En daar komt dan toch Corrie erachteraan. Maar Corrie moet nog terug en moet
Heike nog aantikken. Dus dit is een gelopen race. Of er moet iets heel geks gebeuren. Michael, hij is 45 jaar, denk ik. Hij is vader van 3 prachtige kinderen. En hij gaat heel soepel en heel relaxed. Want dat kan, want hij komt nu al over de eindstreep. Aha! Linden wint! Oh, Emma komt erbij! Oh, ze vallen elkaar in de armen! Oh jongens, kom even erbij. Even, hoe? Wat, jullie kwamen makkelijk overheen, maar de tegenstander bleef achter. Ja, klopt. Ik zag het. De vrouwelijke... Ja, ja. Speelster, die had moeite ik ga wel even naar je toe, je kent het niet water. Emma. Hoi. Hi. Dat ging lekker, hè? Ja. Zonder blessures. Nou ja, mijn bril een beetje stuk, maar... Oh, jeetje. Een beetje... Dus weer schade opgelopen. Nou ja, ach. Kan gebeuren. Kan gebeuren, inderdaad. Ik ga heel even naar de buren toe. Is goed. Gefeliciteerd, hè? Je hebt het goed gedaan. Oh, Jade, wat ging er mis? Nou, ik denk dat ik iets te klein ben en het was glad. Iets te klein en het was glad? Ja. Ja, maar daar had iedereen last van, hè, dat glad was. Maar dat iedereen zo klein is als... Nee, ja, je bent inderdaad de kleinste. Ja, is het lastig als je klein bent? Ik denk het wel. Ik moet meer stapjes zetten. Meer stapjes omhoog. Zetten. Ja, ja. Teleurgesteld? Ja, we hebben het beste gegeven. En ik ben het publiek nog wel dankbaar voor het rode pilletje wat ik van tevoren heb gekregen. Die hielpen ook wel. Ja, je ging er als een spier overheen. Ja, helaas. Ja. Ja, 100 euro erbij volgens mij inderdaad voor het team Linden. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar er worden mega veel euro's ingezameld. Maar ja, daar hebben we de aanzichtkaart ook voor nodig. En ik heb ze op het plein nog niet gezien. Oh, daar komen ze aanlopen. Geef ze een groot applaus, de aanzichtkaartmakers. Oh, jongens. Ja, ik zeg het wel, aanzichtkaartmakers. Jullie hebben prachtige outfits aan. Maar is die foto ook gelukt? Wij denken van wel, maar... Zullen we eens even kijken? Yeah! Willy, wat betekent dit voor de euro's? Ik kan er helemaal niet onderuit. De stormbaan 100 euro erbij. Aanzichtkaart 200 euro erbij. Dan kom ik vandaag op 900 euro. Maar kun jij zien wat de uitwedstrijd was? De thuiswedstrijd. De thuiswedstrijd was verloren, dacht ik. Hè? De uitwedstrijd. Ja, hè? Blijf bij 900 euro. 900 euro! Erwin, kijk eens even. Ik heb hem bij je. Team uit Linden. Goed gedaan, man. Echt. Ja. Die gaat mooi naar de molen toe. Ik heb het idee dat het boven verwachting is. Zeker weten. Ja, hè? Maar dat is deze hele dag boven verwachting. Is dat echt zo? Absoluut. En we hebben echt genoten. Mooi zo. Ja. Nou ja, en terwijl het begint te regenen, we deze euro's hebben voor de nieuwe wieken, hopelijk. Gaat lukken? Ook wel fijn. Hoeveel wieken? Ja, daar hebben we toch wel een paar... Stukjes van de... Ja. Nog nodig. Goed. Heel veel succes met die molen. En dank jullie wel, Linde. Het was een fantastische dag. Ja. En we hebben het tijdens de uitzending droog gehouden. Maar het begint nu te regenen. En dat betekent dat we het weekend in gaan, Lisa. We gaan lekker uitrusten. En we zijn de maandag weer. En dan zijn we in... Pannerden. Dus kijken en fijn weekend. Fijn weekend. Dan.